Het bewijs heb ik hier in mijn handen. Ook in een kleine stadstuin kun je komkommer telen. Ik doe dat gewoon in pot en dat gaat echt meer dan prima. En ik ga je laten zien hoe je dat doet. Je kunt komkommer binnen voorzaaien in april en begin mei. Of direct buiten vanaf half mei. Zelf zaai ik altijd binnen voor in verband met slakken, want die zijn dol op jonge zaailingen. Ik gebruik zelf zaai- en stekgrond of kokospotgrond. Dat is lekker luchtig, zodat de wortels zich makkelijk kunnen ontwikkelen. Ik stop meestal meerdere zaden in één potje. Zo weet ik zeker dat er altijd eentje opkomt. Later zet ik ze dan elk in hun eigen potje. Je kunt ook meteen één zaadje in één potje doen. Net wat jij wil. Na het zaaien zet ik het potje weg op een lichte en warme plek. Bij mij is dat in de slaapkamer in de verwarmde kweekbak. Na 1 tot 2 weken komen de zaden op. Je kunt de zaailingen verpotten als ze naast de eerste 2 kiemblaadjes 2 echte blaadjes hebben. Als je net zoals ik 3 zaadjes in 1 potje hebt gestopt, dan kan het slim zijn om voordat je hem in de grote pot zet, er nog een keertje extra over te potten. En dat ga ik nu doen. En je ziet al aan deze stekjes dat ze eigenlijk iets te lang en dun zijn. Dat is gewoon omdat het bij mij in de slaapkamer dan toch te warm is geweest in de zon. Maar op zich is dat helemaal geen probleem. Je zet ze er gewoon lekker diep in en dan ontwikkelen hier weer nieuwe worteltjes. Dus ik ga ze even, kijk, nou, mooie wortelgestel. Dus daar ben ik blij mee. Je moet een beetje voorzichtig zijn dat je niet te veel worteltjes beschadigt. Maar daar ontkom je natuurlijk niet echt aan als je ze bij elkaar in een potje zet. Zo. Dit laat ik gewoon een beetje zo heel, want anders beschadig ik te veel worteltjes. En dan heb ik hier biologische potgrond. Ik tuinier biologisch, dus ja, dan is mijn potgrond natuurlijk ook biologisch. Er zit dus geen kunstmest en zo in. Dat soort ellende, dat wil ik niet. En dan ga je heel voorzichtig, maak ik even een gat. En dan zet ik ze zo op. Lekker diep erin. Gewoon lekker veel proppen. En dan ontwikkelen zich straks hier nog extra worteltjes. En dan wordt het gewoon een sterk plantje. En dan is het nog 2-3 weekjes wachten en dan kunnen ze lekker naar buiten. Het komkommerplantje is afgehard. Hij is flink gegroeid. Hij valt bijna om, dus het is tijd voor zijn definitieve pot. Dus ik ga hem nu overzetten. Ik heb zelf een emmer en die is ongeveer 30 centimeter diameter. En daar heb ik onder zelf gaatjes in gemaakt, want het is natuurlijk wel belangrijk dat het water wegloopt. En je moet een beetje, zo een beetje knijpen om... Kijk, wat een mooie wortels. Nou, het enige wat je moet doen is even een gat maken. En hem erin zetten. En misschien zie je hier wel een zonnebloempje staan. Dat is een experimentje dit jaar. Ik had ergens gelezen dat zonnebloemen en komkommers een goede combinatie zijn. Dus ik dacht, ik zet die er gewoon bij. Eens kijken of dat lukt. Dus dat is een testje. Gewoon lekker diep erin zetten. Zo. En ik heb die pot dus gevuld met ongeveer 1/4 compost.
En 1/4 biologische potgrond. Want ik moest daar niet biologisch. Kijk, en je ziet al dat hij gaat omvallen. Dus ik ga er straks een bamboestok bij zetten. En dan kan hij daar tegen opklimmen. Je kunt bijvoorbeeld ook zelf een klimrekje maken. Maakt allemaal niet uit. Als hij maar omhoog kan klimmen. En komkommers die houden van lekker veel voeding. Dus de komende tijd ga ik hem nog bijmesten met vloeibare biologische moestuinvoeding. En die vind ik zelf heel fijn, maar je kunt natuurlijk gewoon ook andere gebruiken, wat jij maar wil. Maar zorg in ieder geval dat je hem wel echt genoeg mest geeft. En de hoeveelheden die zie je op de verpakking staan. En wat ook nog handig is, nog even een kleine tip. Hier is dat nog niet zo, maar soms hebben zulke kleine plantjes dus al bloemetjes. Die gaan al bloemen maken en dus vruchten. Als ze nog zo klein zijn, is mijn tip om ze er nog even af te halen, zodat de plant eerst nog wat lekker kan groeien. En dan is die pas sterk genoeg om die komkommers te gaan dragen. Dus die kun je het beste nog even afhalen. En nu is het groeien maar. En daar zijn ze dan, de eerste bloemetjes. Aan de basis zie je al een vruchtbeginsel zitten. De komkommer is ondertussen ook al flink aan het klimmen, dus bind hem op dat moment goed vast aan de bamboestok of het klimrek. Na een tijdje zie je al duidelijk een komkommertje ontstaan. En dan is het wachten tot ze groot genoeg zijn om te oogsten. Het is een beetje krap hier, want ze zitten in mijn stadstuintje, zoals je ziet. Dus ik zit helemaal verscholen onder de komkommerplant. Maar er is een komkommer klaar. Die ga ik dus oogsten. En dat is heel simpel. Ik pak gewoon een mesje en dan haal ik hem zo eraf. Oeh. Nou, supermooi. Eigenlijk oogst ik ze zelf altijd ietsje jonger, want hoe groter de komkommer, hoe bitterder. Maar ik ben benieuwd of deze nog lekker smaakt. Ik heb ook al eentje. Kijk, die is wat kleiner. Zo oogst ik ze meestal. Dat is eigenlijk een beter formaat. Nou, gaan we lekker proberen zo. Ik eet mijn net geoogste komkommer eigenlijk gewoon meestal dezelfde dag op. Want dat vind ik hem het lekkers. Maar wil je hem toch bewaren? Doe dat dan buiten de koelkast. Dan blijft hij het beste goed. En wil je nog meer YouTube-video's van mij zien? Abonneer je dan op mijn kanaal.